Hoi allemaal, Sandra hier, Crea Sandra's Creaties. Welkom bij dag 9 van de Marianne Design Adventskalender. Dit keer een kaartje wat eigenlijk redelijk simpel is, makkelijk te maken en toch best wel leuk vind ik. Ik ben begonnen met een mini slimline kaart en met een stukje Jolly Christmas Design papier van Marianne Design. Ik heb dat bewust groen gehouden. De inhoud van vandaag ging heel snel, zag ik, maar is een kerstmuts. En die wilde ik in meerdere kleuren rood of in rood tinten maken. Dus de achtergrond wilde ik niet rood maken. Dus vandaar mijn keuze voor een stukje groen papier. Het bont van de kerstmuts heb ik uit sneeuwpapier gestanst van Marianne Design. Een beetje glitterachtig papier. Vind ik leuk, hou ik van. Ben dol op glitters. Excuus. Ik zag dat de kerstmuts dat die 4 keer paste op die mini slimline. Dus ik heb 4 kleuren designpapier gekozen. De achterkanten van het designpapier zijn neutraal gekleurd. Of tenminste zonder printje, effen eigenlijk. En die heb ik er dit keer voor gebruikt. En die heb ik stuk voor stuk uit de stansmachine, met de stansmachine uitgestanst. Nou, ik heb ze hier in een bakje liggen. En ik ga nu beginnen met de kaart in elkaar zetten. Ik begin eerst met de mat die ik gestanst heb van designpapier. Om die op mijn kraft te plakken. En dat doe ik met dubbelzijdig tape. Je kunt dat ook met lijm doen, is net wat je het prettigste vindt. Nou, dan is het een kwestie van mijn kerstmutsen in elkaar zetten. En ik heb overal op het sneeuwpapier heb ik Easy Connect tape achterop gedaan. Zodat ik dat makkelijk erop kan plakken. Dan hoef ik straks alleen nog maar die mutsen te lijmen. Want het ging me net even te ver om daar steeds een stukje Easy Connect achterop te doen. En aangezien dit grotere mutsen zijn en makkelijker te lijmen, denk ik dat het helemaal niet zo verkeerd is om dat zo te doen. Nou, de bondkraagjes zitten eraan. Nou ja, noem ik maar zo. En dan nog de pompon aan de onderkant van de muts. En dan zit die in elkaar. Je kunt deze pompon of deze kerstmuts kun je natuurlijk gewoon ook op een diertje, op een collectible of iets dergelijks doen. Kan perfect. Maar ik dacht, ik doe het net eens even een keer anders. Nou, ik heb uit de CS1105, dat is de tekstset van dit jaar. Kerstset, of een van de eigenlijk, heb ik het de tekst uitgekozen. En die stempel ik dit keer met de Lumberjack Plaid Oxide Ink. Dat is de nieuwste kleur, die is het meest recent uitgekomen. Ik geloof een maand geleden of zo. En dat is de kleur, de dieprode kerstkleur, waar ik eigenlijk al heel lang naar op zoek was in die oxide. En die ik dus nu eindelijk gevonden heb. En wat dus perfect om die tekst te stempelen. Nou, dan gaan we de kerstmutsen gaan we opplakken. En ik begin met de buitenste twee, zodat ik die daartussen goed kan bepalen hoeveel ruimte dat ertussen moet zitten. Zodat eigenlijk gewoon alles netjes erop past. Nou, de laatste erop plakken en dan is eigenlijk het kaartje zelf is klaar. Dan is het alleen een kwestie van het goed vastplakken en de basiskaart nog maken. Daarvoor meet ik eerst mijn slimline kaart op. Mijn mini slimline is het eigenlijk. En die is 6,8 bij 14,1 centimeter. En ik vergeet het iedere keer. Dus ik heb nu een plakbriefje gemaakt. Die hangt recht voor me. Heb ik dat in ieder geval. Hoef ik niet elke keer te meten. Ik snij dus een strook van 7,1 centimeter. Snij ik uit een A4'tje. Haal ik nog een stukje aan de bovenkant vanaf. Zodat ik overal 3 mm rondom ruimte heb. En ik zet in de midden zet ik een rillijn. En dan kunnen we hem in elkaar zetten. Maar voor ik dat doe wil ik toch ook nog een tekst aan de binnenkant stempelen. Die komt uit diezelfde tekstset. Die CS1105 is dat. En daar gebruik ik ook weer die rode Lumberjack Plaid inkt voor. Die oxide inkt. Want die zijn gewoon prachtig om mee te stempelen. Die oxide inkten. Doe dat eigenlijk altijd 2 keer, zodat ik een mooie afdruk heb. En dan moet ik even de stempel schoonmaken, want dat hoort er ook gewoon bij. En dan kan de hele boel weer
opgeruimd worden, kunnen we gauw verder met het kaartje. De tekst is nu droog en ik kan dus nu mijn basiskaart erop gaan plakken. En dan is mijn kaartje helemaal klaar. Ook dat doe ik weer met dubbelzijdig tape, maar zou je ook gerust met foamtape of wat dan ook kunnen doen. Voor nog weer extra effect. Nou, dit was hem weer voor vandaag. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En morgen ben ik er gewoon weer hoor. Dus tot morgen. Doeg!